Het ministerie van Justitie en Politie heeft besloten de lockdown voor de komende feestdagen landelijk aan te scherpen. Aangezien vrijdag 2 april en maandag 5 april met de zondag zijn gelijkgesteld, zullen op deze dagen de tijden van het weekend lockdown gelden. Dus van 9 uur 's avonds tot 5 uur in de ochtend. Het ministerie heeft ook aangegeven dat landelijk alle locaties met een openbaar karakter niet meer dan 50 bezoekers mogen toelaten. Minister Kenneth Amoksi van Justitie en Politie gaf afgelopen dinsdag in de Nationale Assemblée aan dat het gedrag van het volk, zoals tijdens de viering van Pagwa maandag te zien was, moet worden voorkomen. Voor de toekomst moeten we dit voorkomen. We moeten zeker het korps moeten preventief optreden. En dat is dat alle bewegingen, alle moves moeten in de gaten worden gehouden. En mocht het zover komen dat het toch uit de hand loopt en dat men zich niet aan de regels houdt, dat het repressief optreden afdoend moet zijn. Dus de opdracht is gegeven dat in geval het nodig blijkt, dat de politie dus andere maatregelen zal inzetten om zulke calamiteiten te breken. De opmerking is gemaakt door het geachte lid Belfort om op hoogtijdagen publieke plekken af te sluiten. Dit is een overweging die we zeker zullen maken. En het sluit ook aan op de oproep van het geachte lid Yogi aan ons om niet te slabakken bij de toepassing van de COVID-maatregelen. Dat zullen we zeker niet doen. Minister Kenneth Amoksi van Justitie en Politie afgelopen dinsdag in de Nationale Assemblée. De locaties Wakkapassi en Palmentuin krijgen bewaking, waarbij de politie ondersteuning zal krijgen van Defensie. De bestuurdienst van Paramaribo Noordoost zal in dit gebied ook haar controle uitoefenen. De politiecontrole in de buurten en in het verkeer wordt ook opgevoerd. Bij misstanden zal er niet geschroomd worden om alle ten dienst staande middelen aan te wenden en hard op te treden. Het ministerie van Justitie en Politie doet een beroep op de samenleving om gehoor te geven aan de maatregelen van de regering, zodat wij gezamenlijk de verspreiding van het COVID-19-virus tegengaan.